En inmiddels gaat vier maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes 31 oktober 2021, dit is het bulletin van zondag. Daily Minutes, 31 oktober 2021. Dit is het bulletin van zondag. Ja, Daily Minutes aan het begin van een bijzondere week. Oh, is dat ook nog aan? Er gaat van alles mis. Het is niet zo erg. Ik was gisteren... gisteren had ik mijn gesprek met Norbert. Dat was maar heel kort, omdat ik mijn porto niet had opgeladen. En ik had hem stand-by staan. Ik was voor de computer gaan zitten. En ik denk van nou, ik hoor Norbert wel roepen. We hebben elke ochtend in het weekend in ieder geval een gesprek over techniek op D-Star. Heel vroeg meestal. Maar ik hoorde hem nog niet roepen. Ik denk, nou, zal het maar niet zijn. En om een uur of acht dacht ik, ga het toch maar even proberen. Toen bleek de accu van die porto leeg te zijn. En nu heb ik iets doms gedaan vanochtend. Of ja, iets doms niet gedaan. Ik heb die oude porto, of die ene porto die al leeg was, die heb ik niet opgeladen. Maar die andere... die ben ik ook vergeten aan de lader te hangen. Nou is het wel zo, er zit een knoepert van een accu aan. En ik gebruik die porto's alleen op laag vermogen. Omdat ik alleen maar mijn eigen repeater hoef te bereiken. Dus ik denk dat er nog wel heel veel in zit. Maar in ieder geval, ik was vroeg genoeg wakker om het ding een uur of drie aan de lader te zetten. Het is alleen een langzaam lader. Maar ik denk dat het genoeg is. Het restant wat erin zit. En wat er nu nog bijgekomen is. En op zich kan ik wel werken met het ding aan een draadje. Maar het is oncomfortabel. Het is handiger als ik door het huis heen kan lopen. Maar dat was niet zo slim. Verder is de komende week... de afgelopen week had ik dus... de afgelopen twee weken had ik het eigenlijk heel druk. Waardoor één week nog wel lukte om Daily Minutes te maken. Maar de week daarop niet meer. En de afgelopen dagen was ik ook een beetje afgedraaid. Dus ik heb het maar even bij laten zitten. Ik was gisteravond zo moe. Dat ik maar wat YouTube filmpjes ben gaan kijken die ik geprogrammeerd had staan. En geen Daily Minutes gemaakt. Ik ben wel vergeten om het af te kondigen. Nou, aan te kondigen in ieder geval ook dat nog. Maar goed, vandaag doe ik weer mijn best. En het is een bijzondere week. Het is wel grappig. Ik vier verjaardagen niet. Ik hoef ook eigenlijk niet gefeliciteerd te worden. Wat ik dat wel soms leuk vind. Als mensen dat doen. Maar maak er niet te veel een punt van. Maar ik ben deze week jarig. En dit is de week dat ik 65 word. Dus het grappige is dat ik... toen ik 40 werd, toen vond ik dat verschrikkelijk. Dat vond ik echt heel erg. En ik ben toen ook wel tijd voor de grap terug gaan tellen. Niet tegen iedereen, maar voor de grappen. Ik denk, ja, ik ga het zo lang doen dat ik ermee wegkom. Ja, toen ik 32 zei, toen was ik in werkelijkheid 48. Dus dan begon het al een beetje op te vallen. Rond die tijd had Cosmo, ik heb wat last van hooikoorts. Maar Cosmo, dat blad voor vrouwen, dat had een lang artikel over de... over vrouwen die ouder werden. En of ze dan nog een zwart jurkje konden dragen. Een sexy zwart jurkje. En de subtiele grens tussen sexy en zielig. En dat zei het wel helemaal. Ik had niet dat ik daar nou triest van werd, hoor. Maar ik vond dat wel heel erg sprekend. Dat is het wel een beetje. Hè? Hoe lang blijf je volhouden dat je jong bent? Maar aan de andere kant, toen ik 60 werd, 5 jaar geleden, vond ik dat niet leuk. Echt niet leuk.
Maar op een of andere manier, het is niet dat ik erin ben gaan berusten, maar ik sta er anders in. Ik heb toch wel dat ik met mensen die jong zijn over het algemeen meer gelijke dingen heb dan met mensen die van mijn leeftijd zijn. Wat ik vaak constateer is, niet iedereen, maar een paar van meerdere van de mensen die ik die leeftijdgenoten zijn of iets ouder, die zijn wat mopperig. Die hebben zoiets van, nou, het komt nooit meer goed en de mensen doen het niet goed. En het is altijd, nou ja, je kent het beeld wel. En lang niet iedereen voldoet daar helemaal aan. Maar je kent het beeld wel van de oude mannetjes die op het dorpsplein bij een bankje altijd rondhangen. Hangouderen wordt er wel eens van gezegd. Hè, maar die over alles klagen. En goed, het is natuurlijk ook lullig als je met pensioen bent. Ik heb dat toch altijd wel gezien als een soort van uitgerangeerd. Ik was altijd erg tegen bedrijven, omdat ik nogal linksig was toen ik jong was. En ik heb dat ook niet bepaald helemaal losgelaten. Maar één ding heb ik wel omarmd, dat is de vrije markt. En een van de redenen dat ik dat ben gaan doen is dat ik heb echt heel bewust gekozen voor zelfstandig ondernemerschap. Omdat ik niet verplicht met wil worden door anderen om op een bepaalde leeftijd. Dus dat was altijd lange tijd 65, maar dat maakt niet uit. Maar ik wil niet gedwongen worden te stoppen met werken door anderen. Dat vind ik zo'n discriminatie. Dat heb ik echt zo'n onrechtvaardigheid gevonden. En rond mijn 25e begon dat behoorlijk op te spelen. En ik heb toen toch wel behoorlijk serieus de keuze gemaakt dat ik toch het liefste als zelfstandige zou willen werken. Omdat ik dan gewoon zelf kan bepalen of ik nog in staat ben om me door te werken. Want daar komt het natuurlijk wel op neer. Je moet het ook wel kunnen. Maar er is echt niets waarom ik nu niet. Terwijl ik heb mijn leven lang gezondheidsproblemen gehad. Die niet erg waren dat ze mij. In sommige gevallen wel, maar dat ze toch mijn verwachte levensduur, zeg maar, zouden verkorten. Maar die me toch altijd wel enigszins hebben gekortwiekt bij wat ik kan en wat ik doe. Maar ik zie mezelf heel erg in staat, en zeker niet minder dan 10 jaar geleden, om gewoon mijn werk te doen. En waarom zou ik niet gewoon doorgaan? Ook over 2 jaar als ik echt AOW dreig te krijgen. Dit heeft wel prettige aspecten, die AOW, moet ik zeggen. Want alles wat ik nog zelf verdien, dat komt er bovenop. Dus ik heb geen heel uitgebreid pensioen. Dus het kan op een gegeven moment wel krapjes worden. Maar ik heb ook in mijn leven altijd wel gedacht, laat ik niet aan. Ik ben tegen alle vormen van gokken. Ik vind dat net als tabak en een aantal andere dingen, vind ik dat echt heel ongewenste zaken. Maar ik heb ook altijd wel gedacht, laat ik alsjeblieft niet de grote prijs bij de loterij winnen. Want ik heb nog zoveel ambities en ik ben heel bang. Ik ben wat gemakzuchtig. Dat als ik voldoende middelen zou hebben, dat ik op een gegeven moment de dingen waar ik gelukkig van word niet meer zou doen. En dat is ook eigenlijk wel een heel bewuste keuze, dat ik dat niet wil. Als ik geld heb, dan wil ik dat zelf bij elkaar geharkt hebben. Dan is het geld dat mijn leven niet zou bederven. En dat is wel zo. Geld maakt niet gelukkig, zeggen sommige mensen. Geen geld wel ongelukkig, zeggen anderen dan weer. Maar ik denk dat heel veel middelen mij wel ongelukkig zouden maken. Hè? Omdat ik niet in staat ben, vermoedelijk, om dat geld zo in te zetten. En misschien ben ik er ook wel wat te bang voor dat geld voor me werkt. Hè? Dat ik dus daardoor de boel vergroot en meer dingen kan doen. Dus ik wacht met perswerk met name, maar ook wel soms met ander werk. Ook wel bewust tot vlak voor de deadline. En dan moet het gewoon. En dat is het ook een beetje. Als je van je geld, als je van je geld wat je werk opbrengt, moet rondkomen. Dat zegt wel wat. Ik heb ook vaak een korting op mijn ziektekostenverzekering gekregen, omdat ondernemers die krijgen. Ondernemers zijn minder vaak ziek. En de reden is dat ze langer doorwerken. Dat is zeker een van de aspecten die dat veroorzaakt. Maar een ander belangrijk aspect dat ondernemers minder snel ziek worden, is
dat ze zich het niet kunnen veroorloven. En ja, het is dus wel heel belangrijk om van je eigen geld afhankelijk te zijn. Want je kunt het je niet veroorloven. Ik bedoel, de gevolgen zijn heel groot als je wel ziek wordt. En dat voorkomt in een aantal gevallen dat je ziek wordt. En dat is gewoon bewezen waar. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik heb wel door dat ik niet in de bovenkamer oud word zo makkelijk. Dus dat ik eigenlijk wel degene blijf die ik ben. En niet, ik ben ook niet... Ik zie aan de huidige tijd ook een aantal grote voordelen. De belangrijkste voordelen zijn die leuke technologie die we tegenwoordig hebben. Die ook interessant is en die zich steeds nog verder ontwikkelt. En ook wel nare aspecten heeft, zoals bepaalde privacy dingen en zo. Maar ik blijf toch overal een optimist. En ik blijf ook echt, als je kijkt naar de zendhobby waar ik... die toch een groot deel van mijn leven bepaald heeft. Ook daar ben ik niet... Ik koester wel... Je moet het verleden koesteren. De historie is zo belangrijk. Want daar kun je hele belangrijke dingen van leren. Zodat je dezelfde fout niet nog een keer maakt. Dat is het belangrijke aan de historie. Dat je niet dezelfde fout steeds opnieuw maakt. Maar tegelijkertijd... Ik bedoel, als je naar de zendhobby kijkt... Dan omarm ik de Morsecode. Dat vind ik... Ja, ik ben daar heel fanatiek in. Ik vind het heel belangrijk dat die Morsecode nog gebruikt wordt. En ook dat de oude techniek... Dat daarmee geëxperimenteerd wordt en buizen. Dat is interessant. Maar ik bedoel, ik ga me niet zelf daar heel erg nog mee bezighouden. Maar ik vind het wel super interessant. En Morse toch wel. Daar doe ik maar met eenvoudige apparatuur. Want ik vind het leuk... Morsezet ontvangen, die maak je in een middagje. En iets voor SSB, ja, dan moet je toch wel heel wat meer voor spraak. Dan moet je toch heel wat meer moeite voor doen. En dat is technologisch gewoon een heel stuk hoger. Maar tegelijkertijd, die hele geavanceerde technieken, zoals de digitale spraakmodus en ook de digitale modus op de korte golf, die vind ik super interessant. En een techniek als LoRa is echt dat is echt heel interessant hoe dat werkt. En dat je met hele kleine zendertjes met een heel laag stroomverbruik toch hele grote afstanden kunt overbruggen zoals met LoRa kan. Ik heb een van die zendertjes en die fabrikant die garandeert dat ding bij normaal gebruik met een 9 volt batterijtje ongeveer een jaar kan werken of langer. Hè, dus... Die nieuwe technieken die zijn ook echt super interessant. En ik blijf in nieuwe dingen geloven. Dat is wel. Mijn vader had dat ook tot op hoge leeftijd. Mijn vader is niet zo heel oud geworden. Nou ja, toch wel, maar niet zo oud als sommigen in mijn familie. Maar mijn vader die is ook tot op hoge leeftijd bleef hij geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen. En dat is je ziet mensen soms als ze ouder worden heel erg naar hun verleden teruggrijpen. En dat is waardevol. En ik moet het nogmaals koesteren. Maar ik zou toch niet terug willen naar de jaren 70. Ik zou nu wel 18 willen zijn. Maar ik zou niet terug willen. En het is allemaal nog een keer overdoen. Nou ja, misschien ook wel. Dat is nog niet eens het punt. Het overdoen met wat misschien wat betere keuzes maken. Maar goed, ik denk niet dat als je met dezelfde... parameters begint, dat je dat noodzakelijkerwijs heel anders zou doen. Maar de omstandigheden. Ik bedoel, in de jaren 60 hadden journalisten nog de eer om een minister te interviewen. En die spraken dan aan met uwe excellentie. En die afstand tussen het volk en de pers als vertegenwoordiger van dat volk. En aan de andere kant de minister die een meneer was, die het behaagde om af en toe met de pers te spreken als het hem uitkwam. Ik bedoel, in zo'n land leefden we toen. Dat zou ik echt niet willen. Ik denk aan mensen als Luns en op zich een goede kerel, maar... Dat uit de hoogte praten en nee, dat is gelukkig er wel af. Dus, en bijvoorbeeld, je hebt dat bij de omroep, had je dat ook lange tijd, hè? Dat mensen dus algemeen beschaafd Nederlands moesten spreken. Dat alleen bepaalde stemmen en het is eigenlijk een beetje de belangrijkste kentering daarin geweest, is de VPRO die... De man die bij hun portier was, Cor Gales, alle programma's lieten aankondigen. Dat was eigenlijk wel een beetje de doorbraak.
En je zag dat bij andere aspecten. Ik bedoel, in de popmuziek zag je wel dat de dialecten ook... Want dat was ook, hè? Ik bedoel, je mocht ook geen dialect spreken op iemand met een zachte G. Waarom zou die niet... En tegenwoordig is dat geen probleem meer. Er zijn mensen die het journaal lezen met een lichte Surinaamse bijklank. Dat is toch prachtig. Dat maakt het veel boeiender. Mensen luisteren volgens mij ook aandachtiger. Want mensen uit de provincie die dachten toch dat het Haarlems nieuws was waar je daar zat te kijken. dat vergroot de afstand echt. En... dat zijn dingen die vind ik, die gaan wel veel beter. In de jaren 70 heb ik in de jaren 70 was ik afgekeurd. Op een gegeven moment door dat afkeuren werd het bedrag wel op mijn rekening gestort. Maar dat was niet zo voor die tijd dat ik in het begin ziek was. Toen moest ik elke week in een bepaalde straat in het centrum van de stad. En daar stonden dan mensen. Daar stonden echt. Dan moest je dus. In het begin was het elke week. Later was het elke maand. Moest je je uitkering ophalen als je een uitkering had. En dan stond je in een lange rij. Tot buiten aan toe. Soms in de regen. Stond je te wachten. En dan kreeg je een envelopje met een strookje erin. Het was ook een strookje. Het was letterlijk het was bijna een stuk ponsband van de Telex. Maar het was nog smaller. In het geheel meestal. En daar stonden dan een aantal getallen met pen op ingevuld. En dat was het bedrag waar je recht op had. En het zat in een soort cellofaanpapier. Waar ook brood in verpakt werd. En daar zat dus dat geld contant in. En ik bedoel, in die tijd leefden we toen. En ik vind dat het contante geld moet blijven. Maar het is toch wel prettig dat soort bedragen op je rekening gestort worden tegenwoordig. Hè? Als het om loon gaat. En het ging bij mijn loon ook. Hè, maar dat ging dan niet in zo'n zakje. Maar dan kreeg ik elke week. Ik heb een tijdje bij een radiowinkel gewerkt. En dan kreeg ik elke week van de baas dat bedrag. Dat was dan €130. Daar werkte ik een week voor als 18-jarige. 128 was het. 128 nog wat. Maar die man waar ik werkte. Dat was ook nog niet zo'n beste baas. Mijn collega toen ik binnenkwam. Die was heel aardig. En die zei van, wat je in elk geval niet moet doen, is vergeten. Je moet in elk geval niet vergeten om vrijdag, op zaterdag, als je het eind van de week, als je je geld krijgt. Die man die heeft een vreselijk rothumeur als hij iedereen moet uitbetalen. Maar je moet het niet een keer overslaan, want het geld, dat krijg je gewoon niet. Dat geeft hij gewoon niet. Dan moet je echt heel lang om zeuren. En als hij dan een keer een goed humeur heeft en je treft het een keer, dan krijg je dat bedrag alsnog. Maar sla dat nooit over, want je hebt de grootste problemen. En ik bedoel productaansprakelijkheid. Ik bedoel, je kon speelgoed kopen in die tijd. Wat van een zo slechte kwaliteit plastic was, dat dat gewoon na twee dagen kapot ging. En dan, dat is mij meerdere keren overkomen, dat ik iets had. En daar zei die leverancier, die zei dan gewoon van, ja, toedeledokie, je hebt dat bij me gekocht, je zal er wel niet goed mee omgesprongen zijn, hè. Maar dat was gewoon een hele slechte kwaliteit spullen die je toen nog kon krijgen. Productveiligheid. Ik had een telefoon. Een speelgoedtelefoon. En daar schoot de onderkant van los. En mijn vader die probeerde dat te repareren. En die kreeg een... Die schoot uit. En de onderkant was van scherp, superscherp blik. En mijn vader die was bijna zijn vinger kwijt door het repareren van mijn telefoon. En dat was kinderspeelgoed. Ik was een jaar of 9. En ik bedoel, hoe haal je het in je hoofd om zo'n kinderspeelgoed op de markt te brengen? Dat is gewoon, ik bedoel, en het was ook van zo'n kwaliteit. Het leek er echt op alsof dat heel makkelijk kapot zou gaan. En ja, toen werd het ding dus weggegooid. Want je iets wat zo gevaarlijk is, dan laat je je kinderen niet meer spelen. Dus ik helemaal in tranen dat ik een telefoon had gehad van Sinterklaas of zo. Of voor mijn verjaardag. En dat ding dan weggemieterd werd. En mijn ouders die hebben wel voor een verjaardag daarop dat goed gemaakt door een paar echt heel mooie telefoons te kopen, die het ook wel echt deden. Het was niet een ding waarmee je naar buiten kon bellen, maar het waren gewoon twee toestellen met een draad ertussen. En daar kon je echt mee. Het waren gewoon echt, ze waren iets kleiner dan de grijze telefoons die je kon kopen. Dus dat was wel weer leuk, daar was ik wel weer blij mee.
Maar goed, ik bedoel, dat soort troep was er te koop. Dus niet terug naar vroeger. Vroeger was niet alles beter. En ik moet er toch niet aan denken dat ik in de jaren 50 opgegroeid zou zijn. Want ik heb daar zo'n beeld van. Alles was grijs in de jaren 50. Alles was grijs. Het weer was grijs. Nou, dat is overdreven. Maar het was wel een hele saaie periode waarin ook de conventies nog. Ik bedoel, het waren de Beatles in de jaren 60 die lang haar hadden. Ja. In het begin, later was dat anders, maar in het begin, dat lange haar waar iedereen schande over sprak, dat was, moet je kijken, die mannen die hebben het haar over de oren heen. Want daar ging het om, hè. En daar was de hele maatschappij, die viel daarover. Want dat mensen dat gingen kopiëren, dat de Beatles dat haar zo lang hadden. En dan werd er gesproken over lang haar, hè. Maar het was maar een heel klein beetje langer dan dat alle andere mensen hadden. En, ja, ik had als jochie van 10 had ik een Colbert-jasje met een stropdas. Ik heb mijn leven lang hekel aan stropdas. Ik vertrouw mensen in een net pak niet. Die hebben wat. Ik bedoel, mensen die een net pak aan hebben, die hebben doorgaans wat te verbergen. Want waarom trek je anders een net pak aan? Waarom zou je beter voordoen dan dat je bent? Ik bedoel, en er zijn uitzonderingen. En er zijn beroepsgroepen waarin dat toch een beetje. Maar over het algemeen is het toch dat mensen in een net pak dat doen. Omdat ze indruk willen maken. En waarom zou je dat doen? Waarom zou je gewoon niet authentiek zijn? En jezelf. En niet. Ik hou zelf van een goed verhaal. Dus ik heb ook wel een beetje dat ik dingen wel. Dat ik verhalen wel eens aandik. Omdat het gewoon ja, leuk is om een goed verhaal te vertellen. Maar dat is toch wat anders dan wanneer je iemand iets wilt verkopen. En je dan als een pauw gaat uitdossen om af te leiden van dat het verhaal wat je vertelt en het geld dat je ervoor wil hebben toch net iets beter is dan wat je eigenlijk hebt aan te bieden. Hè? Ik bedoel, dat is wel een beetje de teneur, zeg maar. Hè? Dus ja, nee. 65, ik ben er niet bang voor. En ik heb er geen hekel aan. Zoals aan 60 wel. Maar ik ben gewoon wie ik ben en ik verander daar toch niet in. En ik heb een grote hekel aan mensen die. Ooit had je op tv een programma over kleding. En dat was dan wel iemand die. Of een programma waar mensen werden aangepakt. Die overduidelijk een desinteresse hadden. Meestal vrouwen. In de kleding die ze droegen. En dan kregen ze een make-over. En meestal was het inderdaad wel een verbetering, maar lang niet altijd. Maar die presentatrice die zei dan wel eerst een keer, moet je nou luisteren, de kleding die je draagt, dat is voor iemand van 37. En je bent bijna 40. Daar kun je echt niet mee rondlopen. En dat is iets wat mij echt super kwaad maakt. Daar kan ik echt, als iemand dat tegen mij zegt, daar kan ik echt woest van worden. Echt. Als iemand tegen mij zegt, je kunt geen spijkerbroek dragen, want je bent 50. Wat me wel eens verteld is. Ja, dan ga ik echt. Maar het is ook wel zo dat ik altijd in branches gewerkt heb waar het geen probleem is. Ik bedoel, als ik een executive bij een IT-bedrijf geweest zou zijn, ik ga even koffie pakken. Maar dan was het wat anders geweest. Dan kun je er nog wel iets bij voor. Maar ik geloof zelfs dat ik daar dat niet zou doen. Maar ik heb bijvoorbeeld als je bij grote uitgeverijen rondloopt, ja, dan loopt iedereen in. Een spijkerbroek. En dat is dan wel een beetje een goede spijkerbroek. Oh, ik vergeet wat. Even teruglopen. Maar daar is de stijl informeel. En in een aantal categorieën. Ik ken mensen die dat verkeerd inschatten. En die dus bij een uitgeverij rondliepen in een te keurig pak. Ook dat kan. En die vervolgens heel snel afgeserveerd werden. Omdat ze door niemand geaccepteerd werden. Moment. Dus het omgekeerde dat bestaat ook. Ja, ik had in de keuken geen zoetjes. Dus die houder met zoetjes is leeg. En ja, om dat nou met de microfoon open te gaan bijvullen. Ik pak wel even de camera zoetje. Daar heb ik er ook in staan. Maar ik ben vooral van de informele. Er zijn ook weer grenzen aan, dat is wel grappig. Want het is leuk om te kijken hoe ver dat gaat. Dan moet ik nog eventjes een koffiecartridge pakken. Moment.
Ik weet het niet, ik heb de laatste dagen veel conflicten met de zwaartekracht. Maar ik wil mijn... Het leek alsof dat zo was. Mijn bakje met gebruikte cartridges, die hoef ik niet te legen. Nou. Hoe vaak mijn afstandsbediening de afgelopen dagen wel niet gevallen is. En ik leg die altijd op een plank van een tafeltje. En het heeft een tijd geduurd voordat ik door had, waardoor dat nou kwam dat dat ding, het leek alsof die gewoon gelanceerd werd. Ik legde het ding neer en dan even later, het leek alsof mijn kat en de ding een tik gaf en dat hij er naar buiten kwam. En wat er gebeurde was dat een van mijn smartphones lag er. En er lag een stapeltje papier en die afstandsbediening die kwam daar zo op te liggen dat er nog wel enige frictie was. En die gleed dan langzaam een beetje scheef van die smartphone af en van het stapeltje papier. En doordat er wat wrijving nog was, duurde dat even. En vervolgens hield die wrijving dan ineens op. En dan floep, dus vloog die zijwaarts op de grond. En ik was zo pissig dat dat steeds gebeurde. En ik had niet gezien dat, ik moet me heel diep bukken om erbij te komen. Dus ik had niet gezien dat die smartphone er lag. Waardoor dat ding dan zo kwam te liggen dat hij inderdaad op lanceren stond. Maar goed, aan de kledingstijl en het informele daarvan, daar zitten ook wel grenzen. En ook een andere informele ding. Waar ik moeite mee heb, is dat een instituut als RTL Nieuws of het journaal zeggen, een auto knalde ergens op. Ik bedoel, je zegt toch van, nou, hij had een aanrijding. Er was een aanrijding. Ja, een auto knalde ergens tegenop en er waren zoveel gewonden. Nou, dat vind ik niet respectvol. Het voelt niet zo. Dus dat gaat voor mij te ver. En daar zal ik misschien wel weer een oude kerel in zijn. Ik weet niet of anderen dat ook even zo ervaren. Dus maar dat komt misschien omdat ik ook vind dat als je iets met enig gezag vertelt, moet je dat serieus doen. En perswerk is gewoon iets wat serieus is. En dat ook wel een beetje onder vuur ligt, als zou het niet serieus zijn. En dan moet je je niet verlagen. En dan moet je dus dat een beetje, daar moet je wel een beetje de schijn op houden. Om ervoor te zorgen dat andere mensen dat niet naar beneden trekken. Maar heel veel bezwaar heb ik er ook niet tegen. Maar ik weet, er was een lange tijd. Het bedrijf zal vast wel niet meer bestaan, omdat de oprichter daarvan toch wel heel bepalend was, denk ik. Maar dat was een bedrijf die stemmen verkocht. En mensen uit het vak die vonden dan totaal andere stemmen heel erg goed dan dat ik dat vond. Iemand, en ik ga geen namen van presentatoren noemen, maar er waren mensen die hadden een zeer doorrookte stem. En ik hoorde die persoon een keer tijdens een nachtuitzending voor het eerst. Vaak werden mensen dan op de wat minder beluisterde nachtradio gezet om zo'n stem uit te proberen. En ik moet zeggen, ik schrok met de pletter van die stem. Ik denk van, jeetje, dat is nou, hebben ze het helemaal losgelaten. Hè? Dat doe je toch niet? Maar die had wel weer een keurige ABN Nederlands. En vervolgens hoorde ik dan allerlei mensen uit die wereld zeggen van dat zo'n verschrikkelijk goede stem was. En dan dacht ik van, nou, hoe heeft iemand die persoon op de radio kunnen toelaten ooit? En dat was eigenlijk wel een beetje, ik stond er altijd diametraal tegenover. Ik vind dat je moet mensen hebben die praten zoals je ze in de winkel tegenkomt. Ik bedoel, iemand moet wel een beetje representatief zich kunnen uiten. Want er zijn mensen die dat gewoon niet, ik hoef je niet neer te kijken. Maar er zijn mensen die dat gewoon niet heel goed kunnen. Die niet goed begrepen worden als ze wat vertellen. Ja, die mensen die moet je niet aan een balie zetten waar je ingewikkelde dingen uitgelegd moet krijgen. Dus je moet daar wel een beetje op letten. Het is niet zo dat het maar is dat anything goes. Maar je moet wel de mensen er neerzetten, vind ik. Zoals je die in werkelijkheid ook tegenkomt. Het is toch de echte wereld. Ik bedoel, het hoeft toch niet allemaal. En maar de gedachte lange tijd was in de omroepwereld. En dat was ook een beetje vanuit de politiek en vanuit de zuilenmaatschappij nog opgelegd. Kijk, die radio en die televisie die moesten mensen een beetje verheffen. Het volk had dat nodig. Die waren onontwikkeld.
en dom. En ja, je moest toch mee in de vaart der volkeren. Dus als je nou die radio naar beneden haalt, waar de mensen die zo populair is, waar zoveel mensen naar luisteren, ja, dan gaat het hele volk naar beneden. Dus ja, daar lag wel een taak voor die omroepen. Ja, dat is met de commercialisering natuurlijk helemaal weg. Hola, daar gaat mijn stem. Maar dat is over stemmen gesproken. Maar dat is met de commercialisering van de media natuurlijk, die vanaf de jaren, begin jaren 90 zich ingezet heeft. Dat had niets met het vallen van de muur te maken. Maar ook hier viel wel een muur, hè? Moment. 1990 was het jaar, als ik me niet heel sterk vergis, dat RTL in de lucht kwam. En in de jaren daarvoor had Van Cooten en consorten, die hadden Willem van Cooten en niet Kees, maar die hadden ervoor gezorgd dat ook het Radioland vercommercialiseerd werd, waar ik op zich een groot voorstander van was. Ik heb nooit begrepen dat er niet iemand juridisch gaten heeft kunnen schieten in de constructie. Er werd altijd gezegd van ja, er zijn geen etherfrequenties. Nou, een bekende zendamateur die zat in de leiding van AT. En die heeft op een gegeven moment het plan Zero Base opgesteld. Waarbij het de bedoeling was om extra frequenties vrij te maken. Maar er werd altijd gezegd, er was sprake van schaarste. Net na de Tweede Wereldoorlog was er ook schaarste. En dat was aan krantenpapier. Maar de commerciële kranten die hadden in de oorlog een grote rol gespeeld. En die konden toen wel uitkomen, na de oorlog. Bij papier is nooit gezegd van nou, de overheid moet het maar doen. Want er is een schaarste aan papier. Maar in de ether gold dat kennelijk wel. En waarom? Ja, ze waren natuurlijk doodsbenauwd. Die ether die was hartstikke populair. Dus ze wilden daar niet. Ze wilden daar als overheid een grote vinger in de pap houden. En bovendien, daar waren ook nog religieuze argumenten. Maar eind jaren 80 kwamen de eerste commerciële radiostations op. Die hadden ook nog allerlei moeite. Want dan hadden ze wel een zendvergunning, maar dan kregen ze weer geen hinderwetvergunning om een zender op een bepaalde plek neer te kunnen zetten. Dus raakten ze daar nog niet in de ether. Ik bedoel, ook weer Van Cooten, die zorgde ervoor dat Veronica vanaf een zendschip kon uitzenden in de Trintelhaven, zodat ze geen milieuvergunning hoefde aan te vragen. Dat is de reden dat er vanuit de Trintelhaven, dat is aan de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, is in het midden is een haven die bij de bouw en de aanleg van die dijk gebruikt is. En dat haventje, dat is gebleven. En ja, daar is een oud zendschip wat in Lissabon lag, waar Van Cooten wat zakelijke belangen heeft, onder andere een golfkoord. En dus die wist dat schip daar lag. En dus hebben ze dat schip naar Nederland gehaald. En is Veronica vanaf dat schip gaan uitzenden, totdat zij daadwerkelijk een hindervergunning hadden voor een zender vanaf de grond. En later kreeg je van die bedrijven als Broadcast Partners en Nozema, wat later KPN Broadcasting werd, die facilitair dat allemaal deden voor de commerciële zenders. Maar in het begin, was dat facilitair. Ik weet niet hoe dat precies zat, of die bedrijven toen daar ook al actief waren. Maar in ieder geval was het ook voor hen dan zo dat er voor die zenders op het land in ieder geval niet plek was. Maar goed, uiteindelijk vervolgens kreeg je de bekende U-bocht constructie, waar RTL Veronique en en TV10 was het. Begonnen. En TV10 die had het juridisch niet helemaal goed ingekleed. En RTL Veronique wel. En die konden blijven uitzenden. Die zenden trouwens nog steeds onder de Luxemburgse wetgeving uit. Waardoor ze veel ruimer reclame mogen uitzenden dan dat de andere zenders mogen. Ik weet niet of ze daar ten volle gebruik van maken. Maar pogingen om ze binnen het Nederlandse bestel te trekken, die zijn vaak op niets uitgelopen. Deels uit politieke onwil, maar in ieder geval omdat ze me daar niet echt het achterste van hun tong lieten zien. Maar het zou best ook wel eens kunnen dat vanwege Europese afspraken dat helemaal niet kan. In elk geval, dat was het begin dat het werd losgelaten. Ja, die tijd van de commerciële, waren niet meer de Hilversumse basis, zeg maar, die dat bepaalde. En bij Veronica was het natuurlijk ook in de tijd dat hij nog een zeezender was, lag dat natuurlijk ook wat anders. Hoewel ze daar nog wel een beetje, ik bedoel, daar hadden ze toch wel een beetje de neiging om mensen met een ABN-tongetje of een gooistongetje er aan het woord te laten. Dat was eigenlijk niet zo heel veel anders. De krant was een meneer, maar de radio was een hooghartige meneer of mevrouw. Een hooghartige meneer of mevrouw. Hè? Althans, bij de manier van presenteren. Waren wel uitzonderingen. Je had mensen als Robbie Dale, die uit de
zeezender tijd komt. Maar die nog lange tijd met zijn Engelse tongval bij de Tros. Maar goed, de Tros was daar ook wel een beetje dwars in altijd. Maar die kwamen natuurlijk ook weer van buiten het bestel, traditioneel. Maar er waren dus ook wel uitzonderingen. Maar de algemene gedachte was toch dat te chic moest. En ja, ik heb er echt altijd problemen mee gehad. En ik heb ook nooit begrepen, ook in de tijd van de FM-piraten niet, dat er gezegd werd van bij de radio mag commercie mag niet. Er mogen geen vrije partijen op de radio en op de televisie. Maar bij kranten was dat wel altijd zo. En wat is het verschil? Is er geen verschil tussen een journalistiek programma of een journalistiek uiting op papier? Er is geen enkel verschil. En waarom mag bij de kranten dan is nooit discussie over geweest. Kranten mogen commercieel zijn. Die houden hun eigen broek op. Daar heeft de staat geen invloed. Waarom wel bij de... Het is tegelijkertijd wel goed dat er ook... Je ziet in alle landen dat dat zo is. Hè. Zoals in Amerika heb je een behoorlijk sterke, sommige mensen noemen dat staatsomroep, maar niet gewoon een publieke omroep. Hè. De NPR in de VS is heel groot. En in Canada heb je zelfs een soort BBC-achtige constructie. Dus als je het alleen aan de commercie overlaat, dan zijn er dingen die niet aan bod komen. En dat is in een democratie wel belangrijk, want een democratie geldt, wat de meeste mensen wel weten, de meeste stemmen gelden. Maar wat niet veel mensen weten, of lijken te weten, is dat dat niet in alle gevallen geldt. Er is een uitzondering, namelijk de mensen die in de minderheid zijn, die moeten ook aan bod komen. Dus je kunt niet zeggen van noem maar eens een minderheid. Nou ja, wat is een goed voorbeeld? Dan moet ik even denken. Heel simpel. Je kunt niet zeggen van je hebt de noordelijke provincies in Nederland. Je kunt niet zeggen van de meeste mensen zitten toch in de Randstad. Dus wat ooit wel gebeurde, hè, want ik bedoel, in Drenthe, daar woonde men ooit in plaggenhutten. En die turfstekers, die hadden het absoluut niet goed. Dat was de reden dat in bijvoorbeeld Drenthe de fascistische partijen van de andere kant van de grens veel populairder waren dan in de rest van Nederland. Omdat zij uit protest niks hadden met die mensen in de Randstad. Want die zorgden toch niet voor hun, die zorgden voor zichzelf. Maar in een goede democratie is het zo dat mensen ook in een uithoek van het land kansen hebben. Dus hetzelfde zie je bij bijvoorbeeld telecom. Bij de commercialisering van PTT en later KPN, zeg maar. Daar was het zo dat ze hadden... De bekende term was de tante Truus uit Appelscha, die moest ook bediend worden. en dat betekende dat commerciële partijen die opkwamen, die konden niet zeggen van wij willen de lucratieve telefoonlijnen in de Randstad wel exploiteren, maar wij willen niet in Friesland en Drenthe ook die niet winstgevende telefoonlijnen doen. Kijk, dat is een verplichting om ook die gebieden te ontsluiten. In Amerika heb je toch nog wel hele gebieden waar bijvoorbeeld geen breedband is. Om diezelfde reden, omdat daar veel meer aan de markt wordt overgelaten. Maar het is gewoon, je hebt de verplichting om ook voor mensen in die uithoeken te zorgen. Dus om die reden moet je ook een publieke omroep hebben. Want er zijn gewoon minderheden die anders in de ether niet aan bod komen. En die verdienen het toch. En er zijn dingen die misgaan. Ik bedoel, als je kijkt lange tijd. Ik ben geen fan van het Nederlandstalige lied. Maar er zijn heel veel mensen die het leuk vinden. En verdomme, dat zijn juist allemaal de mensen die in de achterstandswijken zitten. De Nederlanders in de achterstandswijken. En die komen dan. De enige omroep die ze daarom bekommerde, dat was de Tros. Ik vond dat echt altijd dat mensen daar ook ruimte moeten hebben. Het is een taak voor de publieke omroepen. Ik bedoel, dus die moeten dat oppakken. Want die commercie, daar is de groep te klein voor. Daar zit commercieel niet genoeg in. Hoewel, er zijn wel illegale zenders die daar goed aan verdienen. Je zou zeggen dat dat ook voor legale zenders dan zou moeten kunnen. Misschien dat dat cultureel wat onhandiger is. Want er is toch een grote cultuur om juist die muziek op illegale zenders af te spelen. Maar toch. Dus het is ingewikkeld wat dat betreft. Ik zit even te kijken hoe lang ik al aan het praten ben. Dat het niet langer dan een uur is, maar het valt nog mee. Maar dat allemaal naar aanleiding van het ouder worden. Ja, ik denk echt Forever Young song Aha ooit. Volgens mij Noorse band. Ja, dat zijn ze wel volgens mij. Maar in ieder geval die Forever Young, ja. Maar
Ja, ik ben in ideeën ben ik wel gewoon jong. En dat is ook wel leuk. Ik ben sowieso heb ik qua leven natuurlijk een heel rare ontwikkeling. Allereerst ben ik al een verschrikkelijke laatbloeier. Dat ben ik echt altijd geweest. Ik ben heel jong had ik. Ik was ook niet, hoe zeg je dat, streetwise. Daar had ik groot. Ik bedoel, ik begreep allerlei sociale structuren pas vrij laat. En soms pas toen ik een stuk voorbij de 30 was, zelfs. Ik ben echt een extreme laatbloeier. Maar er is iets wat het effect bij mij nog enorm heeft aangewakkerd. Dat is namelijk dat ik vanaf ongeveer mijn 12e of mijn 13e allerlei gezondheidsproblemen kreeg. Waarvan lange tijd niet duidelijk was wat dat was. En waardoor ik ook lange tijd niet heb kunnen werken. En in een uitkering zat. Die tijd heb ik wel nuttig besteed. Want ik heb geprobeerd om afstandopleidingen te doen. En tegelijkertijd heb ik mezelf heel veel over de zendhobby. Maar ik, vrij onbewust, echt puur uit 100% interesse, ben ik diep in de politiek gedoken. En ik heb eigenlijk altijd wel de dingen gekozen waar ik nu veel aan heb. En dat is toch in die periode van mijn 30e geweest. Het aardige is dat ik geen academische opleiding heb. Ik ken wel veel van de academische wereld, maar mensen die academische vorming hebben, die hebben vaak ook wel een manier van denken, die wel academisch denken genoemd wordt. En dat is een bepaalde manier van problematiek benaderen, die als voordeel heeft dat dat goed aan te leren is, maar als nadeel dat iedereen dezelfde blinde vlekken heeft. En ik heb juist, in de tijd dat ik voor een tijdschrift van de Radboud Universiteit werkte, dat heette toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen, maar toen ik daar voor een blad werkte, toen vond men altijd dat ik die ideeën die ik inbracht, die waren altijd totaal anders dan van de anderen, die allemaal afgestudeerd waren of zelfs al dokter waren, die collega's. Maar dat vonden ze altijd heel verfrissend. Het was niet zo dat ik nou direct op minder niveau was dan dat zij waren. Maar ik bracht wel altijd de dingen in die net anders waren. Die zij over het hoofd zagen. Omdat zij op een andere manier dachten. Dus ik heb daar in die zin wel heel veel aan gehad. Dat ik queerdenken, zeggen ze in Duits. Dwarsdenken in het Nederlands. Maar dat ik dat in hoge mate goed kan. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar door dat aspect is dat laatbloeien nog enorm versterkt bij mij. En het grappige is, ik heb dat de laatste jaren ben ik me dat gaan realiseren. Toen ik met die zendhobby begon, toen waren er minder dan 3000 zendamateurs. Volgens mij was het zo dat toen ik voor het eerst met de hobby in aanraking kwam, toen waren er ongeveer 2700 zendamateurs. En de activiteit was niet heel. Hè? Er wordt nu wel eens geklaagd over de amateurbehandeling, waar heel weinig gebruik van gemaakt wordt. Maar moet je voorstellen, met 2700 amateurs, een 2-meter-band waar een beperkte belangstelling voor was, omdat er alleen een C-machtiging en een A-machtiging waren. Ja, en een B-machtiging, maar die was echt hetzelfde als A. En de meeste mensen die zagen 2 meter als een soort novisband. En de grote jachtakte, zoals gezegd werd, dat was toch echt, daar moest iedereen moest doorstromen naar A. Want de korte golf, dat was heilig. Maar in ieder geval, het was toen zo dat eigenlijk nog niet zo lang er fabrieksapparatuur te koop was. En er werd ook al wel op neergekeken als mensen fabrieksapparatuur. En er werd gezegd van nou, zelfbouw. Maar goed, als je een Semco zet in elkaar zet. Ja, dat was wel zelfbouw. Maar dat was je kocht een behuizing. En je kocht een aantal modules. En die modules die voorzag je dan van draad. En die modules waren uitgebreid getest en die werkten allemaal. Dus ja, of dat nou echt zelfbouw is. Maar goed, in ieder geval de zelfbouw, dat was toch wel wat heel veel voorkwam. En in de periode voor de jaren 60 was het zo dat je alleen maar zendamateur kon worden door ofwel je apparatuur zelf te maken of door de afdankertjes van andere zelfbouwende amateurs te kopen. En wat legerdump waar je ook nog aan moest knutselen. Maar andere apparatuur die was er gewoon niet, dus je moest dan wel zelf bouwen. Dat zelfbouwen, dat was toen ik begon toch wel iets van mensen die wat meer ervaren waren, meer dan van de mensen die jong waren. Later was dat anders, maar het gevolg daarvan was dat ik doorgaans interesse had die mensen van boven de 50 hadden in die tijd. Dat was toen ook wel zo. Ik bedoel, er wordt ons gedacht dat dat anders is nu dan dat het toen was. Maar het merendeel van de knutselende amateurs die waren toen ook wel wat ouder. En dat waren vaak mensen die ook een achtergrond in de techniek hadden of niet. Maar het gevolg was dat toen ik 18 was, dat ik de meeste mensen in de zendwereld waarmee ik omging, en dat was toen toch wel een belangrijk deel van de mensen met wie ik sowieso omging,
Dat waren mensen die een stuk boven de 50 waren. Soms sommigen die waren niet ver bij de 80 vandaan in die tijd. Zijn uiteraard ook mensen die ik nu kwijt ben, omdat ze er al heel lang niet meer zijn. Maar ik had heel veel kameraadschappen met mensen die dus een fors stuk ouder waren dan ik. En dus ook in dat opzicht. Ik ben daardoor natuurlijk ook wat gaan denken, zoals mensen die wat ouder waren dachten. En voor mij, ik bedoel, een kwakkelende gezondheid is voor mij ook niet iets van leeftijd. Want ja, veel mensen die heel lang gezond zijn, die krijgen pas op latere leeftijd te maken met gezondheidsproblemen. Nou ja, dat is iets waar mijn leven mee doorspekt is. Dus dat is voor mij niet iets wat ik nou echt associeer met ouder worden. En sterker nog, de afgelopen 15 jaar is mijn gezondheid sterk verbeterd. Dus in een aantal opzichten, zeker de afgelopen jaren, was ik er veel beter aan toe dan dat ik er aan toe was toen ik veel jonger was. Dus dat heeft dat leeftijdsloze voor mij ook nog wel wat doorspekt. Maar ik heb de afgelopen jaren toch nog wel geregeld conflicten gehad met mensen die stelden dat ik me maar eens moest opstellen als iemand van mijn leeftijd en niet. En het minst erge was nog dat ik toen ik rond mijn 30ste begon dat al, dat mensen zeiden dat ik nou maar eens klassieke muziek moest omarmen in plaats van al die popmuziek waar ik altijd naar luisterde. En dat beter bij mijn leeftijd paste. En wanneer ik daar nou eens mee begon, ja, dat soort gedram, daar word ik echt heel erg pissig van. Hè? En ik vind het altijd wel leuk als mensen dat doen, en ik vind het ook wel eens leuk om pissig te worden. Het is ook niet dat ik dat opgezocht heb. Ik vind het wel een grappig aspect, maar ik hou nu echt niet van popmuziek die ouder is dan 2 jaar of zo, of soms 3 jaar. En er zijn uitzonderingen, er zijn dingen die wat meer tijdloos zijn, maar ik vind het echt heel leuk hoe die popmuziek zich ontwikkelt. En terwijl ik herinner me nog heel goed dat Coat & B ooit, en die waren toen rond de 40, dat die zeiden van toen ik 25 was, toen kreeg ik nog wel eens kippenvel van als er een nieuwe single uitkwam. Maar dat is al heel lang niet meer zo. En dat heb ik toch nog geregeld. Dus dat ik kippenvel krijg als ik bepaalde muziek voor het eerst hoor. En soms ook als ik bepaalde muziek, daar blijft dat ook wel heel lang zo bij, dat ik daar nog steeds kippenvel van krijg. Dus ja, ach, het kan verkeren. Maar het is een historische week, dat zonder meer. En hopelijk is het een wat rustigere week dan de afgelopen tijd. Want ik heb nog wel erg hard moeten werken door wat onderhandigheidjes in mijn planning en wat andere dingen die ook meespeelden. Vorige week had ik af en toe het idee dat ik nergens anders meer voor leefde dan voor alleen nog vertalen. En vertalen vind ik nog steeds heel leuk. Dus dat is ook wel iets. Het is leuk als je door wilt blijven werken dat je ook dat werk leuk vindt. Hè? Want dat maakt het wel een stuk gemakkelijker. En ik heb allerlei nieuwe plannen van dingen die ik wil doen. Ik wil eens kijken, maar ik weet niet of dat ervan komt. Of ik over een jaar of 5 of zo in een tiny house kan wonen. Het zal niet iedereen een begrip zijn wat bekend is. Maar tiny houses, nou, ik heb er natuurlijk wel een hoop over verteld afgelopen tijd. Maar tiny houses, die zijn echt klein. Ik bedoel, kleiner dan mijn woonkamer. En mijn woonkamer staat echt vol. Woonkamer, annex kantoor. Dat moet ook anders. Dan moet daar meer ruimte hebben. Bezoek kan ik er niet ontvangen. Ik kan er wel werken. En ook wel goed werken. Maar het is wel zo dat het erg vol staat. Dus er zal veel weg moeten. Ik denk ook niet dat het anders kan dan dat ik 2 tiny houses heb. Eentje voor het wonen en de andere voor mijn bedrijf. Het is gewoon echt zo dat daar meer ruimte voor nodig is. Of ik moet een bedrijfspand huren of zo. Maar het kan gewoon niet anders dan dat ik wel zoveel ruimte nodig heb. Dus of moet ik een wat groter tiny house hebben. Die zijn er ook wel. Voor mensen waarbij dat niet anders kan. En dan wordt het vaak toch nog als. Dat is mijn wekker. Dat is mijn vaste telefoon. Daar zijn er meerdere van. Het is 7 uur nu. Ik heb een uur extra doordat de wintertijd ingaat. Ik zat heel gek te kijken, want ik heb zo klokken die zichzelf bijzetten. Op een of andere manier. Als klokken die dat niet doen. Maar het zijn er niet zoveel die dat niet doen. Maar de klok die ik het eerste zie als ik wakker word. die had de oude tijd nog.
Maar repeaters en zo, die gaan allemaal vanzelf. En smartphones en computers. Dus, en mijn televisie, waar een grote digitale klok op het tv-apparaat zit. Dus op een gegeven moment had ik de discrepantie in de gaten. Nee, maar goed. Tiny house was ik over aan het vertellen. Daar wil ik dus... Het kan ook zijn dat ik gewoon zo'n tiny house wil en dan op een vakantiepark neerzet of een vergelijkbare locatie. Liefst niet te ver weg. Zodat ik wat rustiger en zonder al te veel afleiding aan de boeken kan werken waar ik wel aan schrijf. Dus dat zou ook nog kunnen. Het zou mooi zijn als ik bijvoorbeeld 's ochtends daar zou kunnen schrijven. En dan 's middags naar mijn gewone kantoor of huis ga. Het gaat erom dat ik en in een andere omgeving zit. En ook dat er wat minder elektronische afleiding is, zeg maar. Dat zeg ik mooi. Maar het kan wel weer zijn dat de tiny house dan in een veel minder storingvolle omgeving zit als mijn huis. Dus dat het toch wel interessant wordt om de apparatuur daar neer te zetten. En dat zou de zaak wel weer een beetje vervuilen, zeg maar. Dus dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ik weet ook niet of ik het doe. Het kan best zijn dat het er nooit van komt. Als mijn gezondheid veel slechter wordt, dan komt het er niet van. Want ja, zo'n tiny house, dat betekent toch een hoop extra energie die je erin moet stoppen. Maar tegelijkertijd is het wel goed om... Ik ga ervan uit dat je dan meer in de frisse lucht zit dan dat ik nu zit. Meer buiten bent. En ook wat meer bewegingen van de ene plaats naar de andere natuurlijk. Want ontegenzeggelijk, al is het ding op 100 meter afstand, moet je er toch naartoe. Maar het is, ik ben het idee aan het onderzoeken, laat ik het zo zeggen. En het kan erop uitdraaien dat ik in zo'n tiny house ga wonen. Het kan er ook inderdaad op uitdraaien dat ik... dat het extra is bij waar ik nu woon. En heel misschien wel ergens ver weg. En eigenlijk alles ligt open qua opties. Ik kan ook wel zijn dat ik het dus niet doe. Maar ik wil ook nog kijken of... want dat vind ik wel interessant. Stel dat het interessant is om aan de andere kant van de Duits-Nederlandse grens zoiets neer te zetten. Misschien kan het daar wel veel makkelijker. Want er is daar veel meer ruimte, hè, aan de Duitse kant van de grens. En de grond is goedkoop. Dus het kan best wel zijn dat als het daar heel interessant is... Voor mijn journalistieke werk, wat ik toch nog af en toe wel doe, dat is wel minder, veel minder dan het 10 jaar geleden was. Maar ik doe toch wel. Is het heel handig als ik in de omgeving van Amersfoort zit, in het midden van het land. Dat is ook de reden waarom ik destijds niet, want toen mijn relatie in Nijmegen stuk liep, toen heb ik toch nog wel lange tijd overwogen om ofwel in Nijmegen te gaan wonen. Omdat ik vind die stad echt ontzettend fijn om een of andere reden. En ik heb ook wel overwogen om daar een soort... Ik heb een tijd lang dat ik best wel veel verdiende. En toch dat ik dacht van nou, misschien is het wel leuk om daar een pied-à-terre te hebben of zo. Hè? Of een vakantiewoning. Maar ik heb ook wel lange tijd overwogen om gewoon op de vrije markt een etage daar te huren. Dat is nooit gebeurd. Ook al omdat ik geen auto rijd. Dat het toch wel vrij lastig is met openbaar vervoer daar weer te komen. Dus ook dat soort aspecten spelen mee. Dus ja, misschien komen we in de buurt van Norbert te wonen. Zeg. Wie zou het zeggen? Zometeen begint het gesprek met Norbert. Daar ga ik vanuit. Ik ga ervan uit dat hij zich niet verslaapt. Ik verslaap me wel eens. Maar ik begin meestal om 7:15. En ik ben zo wakker. Deels ook door die omschakeling naar wintertijd. Maar ik was ook sowieso wel vroeg op. Zelfs als de verandering niet... Ik ben volgens mij al 2,5 uur op. Maar het komt, mijn slaap is nog een beetje verstoord en ik heb gisteren overdag misschien wel 5 of 6 uur geslapen, wat voor mij heel veel is. En vervolgens ook nog behoorlijk lang geslapen 's nachts, dus ik denk ook al 5 uur. Dus ik heb ongebruikelijk lang geslapen voor mijn doen. De nacht daarvoor was juist heel kort. Maar goed... Ik kan niet anders dan heel onregelmatig slapen, omdat ik op de gekste momenten ineens uitgeslapen ben vaak. Maar goed, we gaan het zien. En dat zou dus betekenen, ik sluit dus niet uit dat ik uit deze omgeving ooit wegga, maar ik denk niet dat gebeurt. Ik denk niet, ik weet ook niet of dat goed is. Maar je weet nooit, ik kan natuurlijk ook een mooie dame tegenkomen aan wie ik vast blijf plakken lange tijd. Dat die een bepalende factor daarin is. Dus we gaan het zien. 65.
This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.